Ik heb een McPizza besteld. McPizza, die hebben wij niet. Hier, kijk, hier staat. Hoe goed is onze crew? We testen het in Supercrew. Bij deze McDonald's werkt Indy. Ze is hostess en altijd super behulpzaam. Toch, dames? Ja, zeker. Ja. Vandaag gaan we dat testen. Maar dat doen we niet alleen. We gaan eens kijken hoe Indy reageert als één van de bestelkiosken een beetje raar doet. Hi. Hi. Hi, mag ik jou even iets laten zien? Dag. Kijk, ik heb dit allemaal ingetoetst en er komt die prijs tevoorschijn. Ja. Ja, ik ga er heel even iemand bij halen. Ja. Ik wil afrekenen, toetsen en... Oké, nou, doe even een stap terug misschien. Of... Alleen is wat meer. Oké, laat even de gast bij een andere kiosk. Indy snapt er niks van. Dan maar even schoonmaken. Dan is het nu tijd voor de McPizza. Oh my god, Eline. Ja? Ik heb een McPizza besteld. Echt? Ja. McPizza, die hebben wij niet. Jawel, die heb ik net besteld. Waar stond die dan? Ik dacht dat die bij actie stond. Ik ga nog even naar buiten. Ik ga gewoon een Hier, kijk, hier staat hij. Ja, als je iets anders of zo wil, dan maken we dat gewoon. Lief van je, Indy, maar misschien moet je weer even naar het scherm kijken. Die staat ineens op zijn kop. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar dit werkt niet heel erg. Er gebeuren heel tijd rare dingen op dit ding. Ja, geen idee. Echt? Ja, nu doet het. Ja? Heeft hij iets door? Sowieso. Waar heb je het over? Die bedrag. Toen dat plaatje van die McPizza. Ja. En toen ging die op zijn kop als je tikte. En ik zag iedere keer iets vreemds. Nou, het kan nog vreemder hoor. Indy. Een McIndy. We zien hier een hele rare burger staan. Een McIndy. Oh ja. Ben jij dat niet? Huh? Oh my god, nee. Al een beetje rustig. Al deze mensen hier zaten allemaal in het complot ook. Ik dacht misschien niet met de update of zo wat verkeerd is gegaan. Dit was Supercrew met onze superhostess Indy. En tot de volgende keer.